En kun je een paar voorbeelden geven van waar mensen dan nu tegenaan lopen, omdat ze ja, toch de hele week thuis moeten zijn en niet meer de zorg kunnen krijgen die ze anders wel krijgen? Ja, nou ja, wat ik een heel specifiek voorbeeld vind, is bijvoorbeeld het hamsteren, wat vorige week natuurlijk heel erg was Ja. bijvoorbeeld mensen met een eetstoornis, die vinden dat heel erg lastig, want wat best wel een voorbeeld is, wat natuurlijk best wel, nou ja, niet logisch is, maar. Als je een veilig product hebt, als je een eetstoornis hebt, dan heb je snel een veilig product. Dus bijvoorbeeld een bepaald soort yoghurt. Nou ja, mensen gaan hamsteren, dan hamsteren ze een bepaald soort yoghurt. En stel, jij hebt die yoghurt, die vind jij ook super chill vanuit je eetstoornis, dan is Ja. die yoghurt op. En dan kom je met je eetstoornis in de winkel en dan is die yoghurt weg. Nou, paniek, Ja, stress. ja, ja. Die yoghurt kan dan als voorbeeld, hè, dat kan of iemand een eetstoornis kan juist dat die speciale yoghurt is dan zeg maar je stukje controle of je steunpilaar die je het liefst elke dag hebt om op terug te vallen als je je even niet zo lekker voelt of zo. Terwijl er met een eetstoornis zit daar zoveel meer onder. Daar zit Ja. gedachten onder van, oh, en die yoghurt, maar er zit onder van, oh, en angst en paniek en stress. En dat kan. En andere eetstoornissen, dit is dan een veel restrictievere eetstoornis. Maar er kan ook dat hamsteren, kan bij veel mensen ook juist een trigger zijn voor bijvoorbeeld mensen met eetbuien. Want. Wat ik zelf bijvoorbeeld had, was dat ik heel veel. Ik vond het heel fijn om allemaal verschillende producten in huis te hebben. Ik vond het heel leuk om allemaal verschillende soorten producten in huis te hebben. En dat herkennen ook best veel mensen daar. Dat zie je dan ook veel. Maar ook mensen met eetbuien, dus die waarbij dat heel erg getriggerd wordt. Want dan zijn al die schappen leeg. En stel je hebt last van eetbuien op dit moment, is dat heel lastig, want Ja. je eetbuivoedsel is weg. Ja, en wat moet je dan? Ja, precies. Wat moet je dan? Hey, en als ik nou thuis zit en ik denk ook van, nou, ik vind die zeg maar de thuisquarantaine, thuis zitten of gewoon de angst rondom corona heel ingewikkeld en ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Hoe kan ik me dan bij jullie melden? En wat gebeurt er dan bij Samen door de Crisis? Nou, wij zijn dus met z'n vieren en ons DM, dus onze privébericht, die lezen we eigenlijk zo snel mogelijk. Ja. Dus je kunt altijd een privéberichtje sturen en dan reageren wij eigenlijk altijd gelijk. En wij hebben een appgroep met z'n vieren waarin we alles bespreken. Dus we hadden laatst ook een vraag die we dan een beetje moeilijk vonden. En dan sturen we dat door naar elkaar van, hey, wat moeten we hiermee? Ja. En we hebben dan eigenlijk voor elke dag hebben we een bericht klaarstaan wat we posten. Want net noemde ik eetstoornissen, maar we hebben allemaal verschillende problematieken. Want bijvoorbeeld met PTSS kan je ook heel erg last van deze situatie hebben. Omdat dit natuurlijk ook heel veel trauma's kan triggeren. Of bijvoorbeeld een dwangstoornis. Als je dan juist heel erg bang bent om ziek te worden, kan dit heel erg Ja, triggeren. dan is het heel spannend nu. Ja, ja. Heel veel handen te gaan wassen of zo. Ja. Maar goed, terug naar het onderwerp. Ja. Ja. Maar ik zit ergens mee, ik stuur jullie een DM'tje en jullie zijn dan zeg maar een luisterend oor, kunnen van tips en advies geven. En ook zodat je je niet helemaal eenzaam voelt. Dus je bent niet de enige die ergens mee zit. Er zijn heel veel mensen die dit een hele spannende tijd vinden. En jullie laten dat dan op die manier zien. Ja. Ja, en wij geven ook wel duidelijk aan van. Vandaag toevallig nog van iemand die dan een medicatievraag had. Dan geven wij heel duidelijk aan van joh, wij zijn geen dokter. Of niet Ja. joh. Nee, wij zijn geen arts. Ja. Ga hiermee naar de persoon die het heeft voorgeschreven. En we willen er heel graag voor je zijn en je steunen. Maar wij zijn zelf ook geen therapeuten. Dus hier kunnen wij ook niks mee. Dus dat proberen wij ook wel duidelijk aan te geven dat voor ons ook een grens is. Ja, jullie zijn geen professionele hulpverleners, maar kunnen wel als buddy iemand net even een beetje mentale steun geven om de dag door te komen.